Welkom bij een nieuwe aflevering van STV Loop Mee. Vandaag staan we voor de Hollandse Manege, want we lopen mee met ASR Horse, de paardrijvereniging van Amsterdam. Ik heb nog nooit paard gereden, dus ik ben benieuwd wat deze avond voor mij in petto heeft. Ik sta hier naast Nina. Ze zit in het bestuur van ASR Horse. Wat houdt ASR Horse eigenlijk in? Wij zijn een studentenpaardrijvereniging op de Hollandse Manege in Amsterdam. We rijden iedere vrijdagavond paard. En daarna hebben we ook een borrel, onze après-chevaux. Wij hebben dressuurlessen en springlessen. En iedereen die studeert mag bij ons lid worden. Wat is het belangrijkste evenement voor jullie? Ons belangrijkste evenement is dat wij iedere jachtseizoen van oktober tot april mogen jagen. Wij zijn erelid van de Veluwehut. Die maakt het mede mogelijk dat we daar als studenten mee mogen jagen. En naast wie staan we nu? We staan nu naast Betsy Gray. En hoe gaat de avond er voor ons nu uitzien? Nou, we beginnen met 2 of 3 dressuurlessen op de avond. En dan gaan we 2 springlessen in. En op het einde gaan we boven op het balkon gaan we borrelen. Ik ben Thomas, ik ben 24 jaar en ik ben 4 jaar nu actief bij Horse. Ik heb ook 1 jaar bestuur gedaan en het leuke is, ik heb hier beginnerscursus gedaan. Dus ik ben echt helemaal van nul begonnen met paardrijden. En sindsdien is het een beetje een soort vaste sport geworden of een passie. En wat vind je nou het leukst van Horse? Nou, momenteel ligt mijn hart toch wel bij het dressuurrijden. Dressuur, dat kan ik vrij goed en het is gewoon een beetje rondjes rijden en lekker hard kan je gaan. En met springen, daar begin ik net mee, dus het is... Dat vind ik nog een beetje spannend. Wat Horse ook te bieden heeft zijn jachten. Dat is wat Horse denk ik wel uniek maakt in Nederland. Wat is er tof aan? Tof is dat je, wat de essentie van het paardrijden, in de buitenlucht en gewoon maar gaat. Je hebt geen, je hebt wel een uitgezet parcours, maar je doet het wel op een weiland. En het is heel anders dan hier bijvoorbeeld in een bakkerij. En met al deze vrouwen erbij, gebeurt er ook nog wel eens wat spannends? Je voelt je wel het mannetje als je hier met je haren zit. Nou, ik ga dus zometeen paardrijden. En ik vind het best wel een beetje spannend, want het is die hele grote witte, die daar. En... hij is echt 2 keer zo groot als ik ben, dus ik hoop dat ik niet ga vallen.